Dan is het denk ik tijd om de webinar zelf te gaan beginnen. Dus nogmaals, welkom Arjen, welkom alle kijkers. Mijn naam is Jeffrey Smits, ik doe de marketing voor de Benelux. Jullie hebben me denk ik een aantal keer gezien nu. En hier met ons, deze keer niet naast mij, maar op een goed aantal kilometers afstand vanuit huis, hebben we Arjen Nelen. En Arjen? Ja, goedemorgen, ik ben Arjen Nelen, de meesten kennen mij wel. Onderhand bijna een jaar of vijf bij Ik Vis werkzaam, dus dat is al een hele tijd. Echte veteraan. Ja, nou, bijna wel ja, binnen Ik Vis. En nou ja, wat Jeffrey al zei, wij gaan jullie vandaag iets vertellen over de business intelligence oplossing die wij kunnen bieden binnen de retail. Ja. Okay. Nou, dan ga ik nu de presentatie erbij pakken. Dus we gaan deze, als het goed is, ziet iedereen nu mijn scherm. Dus we gaan dit webinar eigenlijk op dezelfde manier als de vorige keer doen. Dus we hebben een presentatie voorbereid voor iedereen. En daarnaast, je ziet ons nu, als het goed is, links, rechts, boven. Dat hangt even af van waar je zelf je beeld hebt ingesteld. Zie je ons meepraten. We hebben dus de Hikvision Business Intelligence Retail oplossingen. En binnen die hele retail oplossingen hebben we eigenlijk meerdere punten die we willen gaan aanstippen, die we willen gaan benoemen, waarvan wij denken, hier hebben mensen wat aan. En Arjen, wat zijn die punten precies? We zien het hier op het scherm natuurlijk, maar wat kan je erover zeggen? Nou, ik ga niet alle punten benoemen, want dat gaan we straks uitgebreid doen. Ja. Maar we gaan dus een aantal zaken en punten behandelen. En dat zijn eigenlijk de onderwerpen die waar de retailer, dus uw klant, eigenlijk vandaag de dag tegenaan kan lopen. En die heel, wat voor hem een probleem is en waar wij wellicht een goede oplossing voor kunnen bieden. Dus een van de zaken is natuurlijk, wat we hier al ziet, personen tellen. Nou, dat is momenteel best wel een hot item. Men wil niet te veel mensen in de winkel hebben, in het winkelcentrum hebben. En dus dat is heel belangrijk om dat goed bij te houden. Nou, daarnaast gaan we nog een klein stukje herhalen van vorige week, van de Viva Screening Solution die wij kunnen bieden met onze producten. Vorige week was ook heel druk bezocht, maar we zien toch dat er best wel wat vragen zijn links en rechts. En ja, de vraag naar deze oplossing momenteel is gewoon heel groot. Dus vandaar dat we een kleine herhaling hierin doen. Toch even opnieuw aanstippen inderdaad. Ja, precies. En verder laten we ook nog even zien een aantal andere oplossingen die natuurlijk heel belangrijk zijn binnen de retail. Wachtrijmonitoring. Maar ook hoe deze informatie kan worden weergegeven bij uw klant. Dus hoe kan hij nou zien hoeveel personen in de winkel zijn? En hoe kan hij nou zien dat er een persoon binnenkomt die misschien verhoogde temperatuur heeft? Daar gaan we naartoe. Ja. Dus eigenlijk een hele oplossing gericht op de klantervaring voor een retailer, zo zouden we het kunnen zeggen. Dus op het moment dat een klant eigenlijk al aankomt rijden en de parkeerplaats op wil, tot het moment dat hij weer wegrijdt en alle contactpunten en informatiepunten eigenlijk die daartussen vallen, ja, daar hebben we wel iets, een oplossing of een product waar we de retailer mee kunnen helpen om zijn leven makkelijker te maken, om zijn winkel efficiënter te maken, ja, waar hij dus echt wat aan heeft. En dat is natuurlijk ja, het business intelligence gedeelte. Dus we zien hier op de volgende slide de eerste aankomst natuurlijk. En Arjen, kentekenherkenning en retail, hoe moet ik dat precies zien? Nou ja, kentekenherkenning en retail. Eigenlijk de film en de foto die u hier ziet, ja, dat komen wij in Nederland eigenlijk niet zo vaak tegen. Dat een supermarkt is afgesloten met een slagboom. Maar wij hebben natuurlijk onze kentekenherkenningscamera, die hebben we beschikbaar. Die heeft ook een Wigand interface, dus die kan gewoon worden aangesloten op een toestrollensysteem. En in de camera kan ook een black and white list worden aangegeven. Dus dan zou er met een kenteken kan een slagboom worden opgestuurd. Maar hoe kunnen we dit nou toepassen binnen Nederland? Hè? Ja. Als ik aankom als bezoeker en ik parkeer mijn auto, gebeurt het ook wel eens, hoe vervelend ook, dat ik een ene schade aan mijn auto heb. Ja. Dan zou je heel gemakkelijk terug kunnen zoeken, middels deze camera, middels het kenteken, hoe laat is wie en wanneer binnengekomen of weggegaan. Ja, dat is inderdaad een hele makkelijke oplossing, denk ik. Dat, het lijkt alsof je uit ervaring spreekt, Arjen. Rij je vaak schade?
Gelukkig niet. Nee? Oh, oké. Okay. Nou, goed om te horen. Dat houden we zo. Houden we zo, inderdaad. Ja. We hebben het mensen tellen, het personen tellen, en dat kunnen we in real time. En je bedoelde net al even dat het, denk ik, vooral in deze rare tijden, dat retailers er best wel wat aan kunnen hebben. Maar leg dat eens wat verder uit. Nou, wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat een retailer heb ik ook weet van nou, hoeveel mensen zijn in mijn winkel. En hoeveel zijn er binnengekomen, welk tijdstip en hoeveel zijn er weggegaan. Nou, dat hebben wij. We hebben een dashboard gemaakt binnen High Central. Dat ziet u in de presentatie linksbovenin. Dan ziet u de people counting wordt weergegeven. Als u daarop zou drukken, dan zou u, als u deze oplossing heeft, ook een rapport kunnen genereren. En dan ziet u precies op welke tijdstippen over de dag het eigenlijk druk is. Nou ja, we hebben het nieuws continu gezien van flatten the curve. Nou, dat zou eigenlijk een retailer ook graag willen. Hè. Die wil eigenlijk wel veel bezoekers, maar eigenlijk verspreid over de gehele dag. Nou, als je deze informatie nou zou hebben, dan zou je die ook kunnen delen met je klanten. Dus dan kun je ook een klant op attenderen van, ja, als hij nou 's ochtends boodschappen doet of 's ochtends naar de winkel komt, is het een stuk rustiger. Dan kunnen wij veel beter ook voor de gezondheid zorgen en bepaalde zaken reguleren. Ja, dus het is hele handige informatie om nu te hebben inderdaad, om een beetje, ja, om de hele situatie wat gecontroleerder te laten verlopen, om wachtrijen buiten te voorkomen natuurlijk, want ik weet niet of je het zelf al hebt meegemaakt, maar het is natuurlijk bij sommige supermarkten nu dat je hele lange wachtrijen, of bij bouwmarkten, of hè, eigenlijk ja, allerlei soorten winkels nu. Ik kreeg laatst een mailtje binnen van mijn Albert Heijn, dat 1 persoon per 10 vierkante meter, geloof ik, mag er nog maar naar binnen. Dus ja, dan is het inderdaad wel handig om te weten, ja, wat zijn nou de peak times en de downtimes, en wanneer moet je komen. Dat lijkt me goed. Nou, om even weer te geven, Jeffy, op welke manier je dit zou kunnen doen. Wat je net zag was de people counting camera. Die plaats je dus boven de entree, afhankelijk van hoe breed die deur is. 1 of 2 camera's. Ja. Hier zien we iedere keer een oplossing met 1 camera. En wat je dan live kunt weergeven in de camerabeeld, is het aantal mensen wat binnen zijn gekomen en het aantal mensen wat weg zijn. Nou, dat zie je bijvoorbeeld enter 210 en leave is 190. Ja, oké. Okay. En die live statistieken, hè, dus die kunnen we in het live beeld kunnen we die zien. We kunnen de analyse daarvan in HickCentral zien, zoals we net zagen in de screenshot. Maar deze gegevens eigenlijk kunnen ook naar een derde partij, een platform, worden doorgesluist. Zodat daar eventueel deze gegevens aan allerlei andere soorten data die al in de winkel aanwezig zijn, worden gekoppeld. Toch? Ja. Okay. Dat is inderdaad handige informatie om te weten. Kijk, en wat we hier eigenlijk zien is een vrij basic oplossing, hè? Een simpele oplossing. 1 deur, 1-2 deur. Nou, daar zie je heel duidelijk in de personen die naar binnen lopen en de 2 personen die op een gegeven moment ook naar buiten lopen. Dan zie je ook het aantal oplopen, hè? En ook de personen wat naar binnen komt, dan zie je van 168 gespinkt naar 169. Ja. Dus op dit moment weet je ook van er zijn rond de 35 personen binnen. Ja, dat is inderdaad. Hè? Dus de camera's zijn slim. Ze weten van dit is een persoon die hier over een digitale lijn loopt. We zien de digitale lijn hier niet ingetekend, maar die ligt natuurlijk op de ingang of de uitgang. En zo worden de mensen geteld. Ik denk dat we hier in deze slide zien we een voorbeeld van het plaatje linksbovenin van de situatie die we precies willen vermijden. Ja, dat klopt. Dit is een retailer natuurlijk juist niet, hè, in de huidige situatie. Nee. En een retailer wil het niet, maar zijn klanten willen dit ook niet. Dus een retailer wil eigenlijk zorgen dat hij een systeem heeft dat hij goed kan reguleren het aantal mensen die binnen zijn. Hoe kunnen we dit nou doen? Dat kunnen we eigenlijk doen, want in heel veel winkels die hebben meerdere entreedeuren. Dus je wil meerdere deuren wil je eigenlijk koppelen. En die informatie die de camera genereert, die wil je eigenlijk ook koppelen en weergeven op 1 monitor. Ja. Dat kunnen we dus doen middels High Central. En dan die informatie weergeven bij de winkelmanager. Oké, dus we kunnen inderdaad wat je zegt, hè, meerdere entrees, makkelijk manier binnen HickCentral, 1 monitor, alle data.
En je kan nog eens per kamer, hè, als je een grote winkel hebt, per gebied misschien gaan aangeven van zoveel mensen zijn er hier binnen. Ja. Dus ja, een stukje controle in deze tijden. Ja, en wat ook heel handig is, is als je nog even teruggaat, ja. Is dat je kunt ook een pre-alarm en een alarmmelding instellen. Dus je zou bijvoorbeeld aan kunnen geven dat bij 80 personen wil ik een pre-alarm hebben, bij 100 personen wil ik echt een alarm hebben, want dan moet ik dan wordt het de mensen gaan tegenhouden. Ja. En je moet even wachten, anders zijn er te veel mensen in de winkel. Ja, dat is inderdaad een hele goede aanvoeging, denk ik, Arjen. Ja. Dank je. Dat je bij de pre-alarm dat je vast iemand bij de deur zet, bij het echt alarm dat je mensen echt pas tegen gaat houden. Klopt, ja, klopt. Ja, heel goed. Wat zien we hier? Ja, het is een heel leuk filmpje. Daar gaan we nu niet zo diep op in, maar dit heeft mijn collega Sophia in China gemaakt. En hier wordt eigenlijk in weergegeven op welke manier je de PeopleCount-camera moet programmeren, kunt inregelen binnen HiveCentral en hoe je ook de plattegrond kunt inregelen en erin plakken. En hoe je de camera op dat moment ook in de plattegrond zet, zodat je die meldingen krijgt. Ja, dat is inderdaad een heel goed filmpje, denk ik. Het laat precies zien hoe moet je het instellen, waar moet je op letten. Alleen misschien iets te technisch voor een training als die we vandaag willen doen, omdat het meer een informatieve en sales training is natuurlijk. Vraag zeker de PowerPoint op bij ons. Stuur een mail naar info.bnl@hikvision.com of neem contact op met Arjen of met een van je andere account managers. En dan krijg je deze PowerPoint met deze video erin. Ja, maar ik moet even terug. Het klopt natuurlijk dat we dit filmpje niet laten lopen. Dit zijn allemaal stappen die worden weergegeven. Dit is eigenlijk specifiek voor een monteur of technicus die op een later moment deze camera wil inregelen en instellen. Ja. Daarom hebben we wel dit filmpje gemaakt en willen we het laten zien en willen we u erop attenderen dat we dat hebben. Dus dat we u juist bij kunnen helpen. Ja. Absoluut. Dan gaan we naar de volgende slide. Dat is eigenlijk veel belangrijker, want dit is eigenlijk het beeld wat de retailer of uw eindklant eigenlijk krijgt te zien. Nou, wat u rechts ziet is dat een persoon eigenlijk door de lijn heen loopt. Het nummer van enter dat versprong van 2 naar 3. En aan de linkerkant van het filmpje ziet u het blauwe gedeelte. Daar staat een eentje. Ja. Dit betekent dat er nu één persoon in het gebied binnen is. Nou, ja. Vanuit HiveCentral vanuit de camera wordt er iedere minuut een upload gedaan naar HiveCentral. En we zien ook dat die nu verspringt van 1 naar 2. Dus op dat moment zijn er 2 personen binnen het gebied wat u wilt monitoren. Ja, dus dat is denk ik inderdaad een goede om, zoals we zeggen, real-time mensen tellen. En dat is ook inderdaad zo. En dat zien we hier het live. In de camera, er wordt meteen geteld van 2 naar 3. Alleen duurt het dus even voordat die informatie vanuit de camera wordt doorgestuurd naar HiveCentral. En dat is dan elke minuut, zoals je het zegt. Ja. Ja. Oké, dan zijn we voorbij het mensen tellen. Dan hebben we Fever Screening Solution. Arjen, ben jij nog steeds gezond vandaag? Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Gelukkig heb je al gehoord? Ja, en dat blijven we voorlopig even zo houden, Laten we het hopen, ja. Wel geverifieerd door een van onze virus screening camera's, hoop ik. Nog niet. Oké, gelukkig. Nee, we hebben hier dus inderdaad de virus screening solution. En daar hebben we het vorige week al even over gehad. We gaan er deze keer niet al te diep op in, omdat we herhaling willen voorkomen. Maar we willen wel een paar punten even opnieuw aanstippen. Omdat het ook voor de retail sector toch wel heel erg van belang is om dit te hebben. Klopt. Nou, wat we hier eigenlijk zien is onze B-Spectrum camera. Nou, de meeste van jullie die hebben deze ondertussen wel gezien. Die geven gelijktijdig zowel thermisch als optisch beeld weer. Het voordeel van deze thermische camera is dat die met een hoge temperatuur nauwkeurigheid kan worden toegepast. Voor de coarse screening. Ja. Dus het is heel belangrijk om te weten, dit is een apart product item ook. En dit is eigenlijk een out-of-the-box solution met een nauwkeurigheid van 0,5 graden Celsius. Ja, inderdaad. En daar is geen enkele calibratie voor benodigd, toch? Nee, het is heel belangrijk om dit te weten. En daarom is het ook eigenlijk heel gemakkelijk en snel toe te passen. Ook bij uw eindklant. Oké. Okay.
als die 0,5 graden Celsius nou niet voldoende is, dan kunnen we zelfs dit combineren met een black body. Dat is een soort een kastje dat een referentiepunt is, waardoor een maximale afwijking van 0,3 graden Celsius kan worden bereikt. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dus de black body is een referentiepunt voor de camera. Een stabiele temperatuur, zodat de camera altijd weet van op dit punt is het zoveel graden. En dat vergelijkt hij met de lichamen die hij in beeld ziet komen. Inderdaad. Okay. Nou, wat, natuurlijk, wat heel belangrijk is, wat voor voordelen heeft deze toepassing nu? Hè? Wat we natuurlijk bij de retailer willen, is dat we snelle meting kunnen doen. Dat kan. We willen veiligheid garanderen, dus door op afstand te meten. Nou, dat is ook mogelijk. En de meting die verloopt ook real-time. Dus dat is ook heel belangrijk, dat je niet iedere keer 2 minuten moet wachten totdat je het resultaat hebt. Ja, inderdaad. Dus meerdere voordelen binnen deze oplossing. En dan zien we hier het productgamma, denk ik, dat we daar binnen hebben, binnen deze oplossing. Ja, klopt. Dus we hebben eigenlijk verschillende oplossingen die we bieden. Wat u links ziet is eigenlijk de handheld. We hebben een turret, we hebben een bullet. En rechtsbovenin ziet u inderdaad het kastje, de black body, zoals we dat noemen. En met deze oplossingen kunnen we eigenlijk ook veilig op een afstand de temperatuur van een persoon meten die passeert. Ja. Wel belangrijk om even gelijk te weten dat al deze oplossingen, die zijn natuurlijk ook voorzien van onze deep learning. Dus de camera die herkent een persoon. Nou, we zullen straks laten zien hoe dat gaat in het filmpje. Dat de camera een persoon herkent en dat hij eigenlijk de meting doet van het gezicht. Dat wordt heel duidelijk weergegeven ook in de film. Ja, inderdaad. En die komen we zo tegen. Ja. Wat we hier verder nog zien is, stel er wordt een persoon gedetecteerd met een te hoge temperatuur, 38 graden. Dan krijg je automatisch vanuit het product een audiomelding, een audionotificatie. En dan zou die persoon kunnen vragen van we hebben iets gemeten, mogen we u met een hoofdthermometer een extra meting doen? Ja, want dat is het belangrijke om te onthouden. Het is een eerste screening, een hele snelle screening, zodat er geen opstoppingen ontstaan, zodat er een doorstroom van mensen is. Maar het is geen medisch apparaat. Hè? Dus voor de tweede verificatie altijd een medisch gecertificeerd apparaat gebruiken om het te checken. Inderdaad. We zagen net al het hele productgamma, maar we kunnen hier heel even kort nog bespreken. We hebben dus de bullet, de turret en de black body. Wat kan je ons daarover vertellen, Arjen? Ja, wat we hier eigenlijk zien is een vaste opstelling. Want je kunt deze camera's die zou je kunnen plaatsen op de driepoot. Daardoor is het ook veilig. Hè? Kan je ook afstand houden tot de persoon die gemeten wordt. Er is een audioalarm die kan een notificatie geven. En afhankelijk van het aantal millimeters van de lens bepaalt eigenlijk de afstand tot aan het detecteren object. Ja. Dus we hebben een 3 tot 6 mm, dus je kunt tot een 1,5 meter of tot 3 meter die detectie doen. Ja, inderdaad. Dus dat de vaste oplossing die we hier zien. En naast de vaste oplossing hebben we dan natuurlijk de handheld, die volledig draadloos is en die hem daardoor heel makkelijk maakt, denk ik. Ja, klopt. Nou ja, wat we in het begin al lieten zien was onze basis handheld. We hebben ook een uitgebreidere versie en die zien we eigenlijk hier. Ja. Deze versie is dan ook voorzien van wifi. Dus je kunt dan ook automatisch op een gegeven moment beelden uploaden naar een andere app. Ja, daar hebben we inderdaad de Hit Thermal app voor waar het dan binnenkomt. En waar de detectie eigenlijk kan worden gezien. En wat denk ik belangrijk is om ook te benoemen, is natuurlijk de audioalarmen. Hè? Dus dat we op het moment dat deze handheld een verhoogde temperatuur ziet, dan krijg je daar meteen een melding van, zodat je nooit wat mist. Klopt. Ook nog even aantippen, het is natuurlijk belangrijk. Met de handheld zien we natuurlijk dat je één persoon tegelijkertijd detecteert. En met de vaste opstelling met de camera kan je tot aan 30 personen tegelijkertijd detecteren en screenen. Ja. Dat is wel een verschil.
Aan de andere kant, de handheld is natuurlijk veel flexibeler in te passen of toe te passen. Ja, dus mensen moeten echt heel goed gaan kijken wat vereist de situatie. En aan de hand daarvan eigenlijk het juiste product moeten kiezen. Er is geen goed, er is geen slecht, er is alleen het meest geschikt, zo zou ik het zeggen. Klopt. Nog wel even belangrijk om te noemen, is dat we ook als mensen van buiten naar binnen gaan, heb je natuurlijk altijd te maken met buitentemperaturen. Of als men op een fiets heeft gezeten, is de huid wat kouder. Ja. Het is wel belangrijk om even de tijd te nemen om te acclimatiseren, zodat de juiste temperatuur kan worden gemeten. Ja. Dus dat zijn wel dingen in de praktijk die wel belangrijk zijn, die we de afgelopen week ook eigenlijk achter zijn gekomen. En dat we dachten, nou, daar moeten we u nog even op attenderen. Houd daar rekening mee. Ja, inderdaad. Oké, dat is. Ik denk dat de thermische handheld redelijk voor zich spreekt zo. Dus één persoon tegelijkertijd, afwijking van 0,5 graden. Een hele betaalbare oplossing is het natuurlijk. Laten we dat vooral niet vergeten. En dat is eigenlijk met alle fever screening products en voor het kort screenen. Een hele mooie oplossing. En dan zien we hier nog even kort een vergelijking. Hè, dus tussen de medische thermometer, de voorhoofdthermometer en de thermische handheld. Arjen, kan je ons heel snel door de... Ja, ik zal het even kort doen, want er zijn voor's en tegens. Het is vooral veiligheid. Als je kijkt naar onze handheld, de afstand tussen 1,5 meter en 2 meter, kun je de screening doen. De snelheid is gewoon iets hoger bij onze apparatuur. En daarnaast kan je ook een screenshot maken. Stel, je detecteert een persoon met een hoge temperatuur. Dan zou je ook dat kunnen uploaden naar de app. Dus dan heb je ook een bewijs. Ja, inderdaad. Dus goed, uiteindelijk is het gewoon, het is snel, het is effectief en het is nauwkeurig. Klopt. Wat we dan hier zien is de bullet. En die verschilt volgens mij niet zo heel veel van de bullet en de turret die we net zagen. Nee, het enige verschil is is de afstand. Dus dat we gebruiken hier de hogere resolutiecamera. Dus daarmee kunnen we ook een grotere afstand de meting doen. En ja, in de presentatie zie je heel duidelijk staan van tot 7 meter en tot 9 meter. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is natuurlijk weer afhankelijk van de situatie. Moet je goed kijken, wat heb ik nodig en waar kies ik voor. Klopt. En dan zien we hier opnieuw een beeld, een demo video lopen. Dus we zien in het thermische beeld en in het optische beeld de temperatuurmetingen en in real time op de gezichten worden gelet. Gelukkig zie je niemand ziek. En dan lopen ze weer uit beeld. Dus we zien aan de linkerkant de opstelling, ongeveer 1,7 meter hoog. Dus dat is wat wij ook aanhouden. En afhankelijk dus van de lens die je kiest, kan je dan... Ja, tussen de tot wel 9 meter geloof ik, kan je deze detectie uitvoeren. Klopt. Ja. En nogmaals even, dat hadden we dan vorige week wel in een filmpje staan. Er wordt dus alleen een alarm gegenereerd als een lichaam een verhoogde temperatuur heeft. Dus als iemand met een kop koffie door het beeld loopt, dan zal hij alleen die koffie gaan of die temperatuur gaan registreren als je dat kopje voor je hoofd houdt. Op dat moment krijg je dus een alarm. Niet als je dat kopje in je hand hebt. Inderdaad. Dus de slimme detectie, die maakt dat mogelijk. En dan zien we hier een productoverzicht. En ga het niet allemaal opschrijven thuis. Vraag gewoon de PowerPoint bij ons op. En dan kan je rustig kijken van welke producten waren er nou ook alweer. En wat voor lenzen zaten erbij. En wanneer heb ik welke nodig. En datzelfde geldt eigenlijk voor alle producten die we hebben binnen deze hele retail oplossing. Vraag gewoon even de PowerPoint op info.bnl@hikvision.com of bij je Hikvision account manager. We gaan door naar het volgende onderwerp en dat is hier, dat zien we de heatmap. En ik denk dat de meeste mensen de heatmap wel kennen, maar wat wil je hier extra over vertellen, Arjen? Nou, de heatmap, wat we links weer zien, is de heatmap wordt ook weergegeven binnen ons dashboard van HikCentral. Ja. Met de heatmap die kunnen we uitvoeren middels een fisheye-camera. En dat is eigenlijk een nieuw type fisheye-camera momenteel. En die detecteert eigenlijk in welke gedeelte van een winkel het druk is geweest en waar minder druk. Okay. Dus dit is natuurlijk voor een retailer hele belangrijke informatie. Want op deze manier, door gebruik te maken van de heatmap, kan hij achteraf heel goed bepalen welke promotie heeft wel goed gewerkt en welke promotie iets minder.
Inderdaad. Kijk, op het moment natuurlijk dat, dat de heatmap blauw is bij zijn promotiekoppen bijvoorbeeld, hè, zeg in een winkel, er zijn geen mensen gekomen, dan weet je dat je iets fout aan het doen bent, want normaal gesproken zouden er juist meer mensen moeten komen. Klopt helemaal. Een hele handige verificatietool, denk ik. Wat zien we hier dan in beeld? We zien allemaal pijlen, Arjen, met getallen erin. Dat klopt. Dit is natuurlijk voor marketing is dit hele, hele leuke en belangrijke informatie. Helemaal true. In de camera, ja, hier word jij natuurlijk heel blij van. In de camera kunnen wij bepalen wat de looproute is nadat de klant een bepaald product heeft gepakt. Zoals we hier ook zien, paaltje D, 42% van de mensen die loopt naar kant D op. En 29% van de mensen loopt richting kant A. Dit is natuurlijk best wel interessant, want een retailer of marketeer die wil graag weten, ja, ik heb een promotie en iemand die pakt het toiletpapier en waarna gaat hij daaraan toe? Of hij gaat aan de groente toe en gaat hij daarna naar het vlees of gaat hij iets anders doen? Heel belangrijke informatie. Inderdaad. En heb zeker, jij nog ook, en zeker ook als we deze, zeker ook als we deze informatie ingeven binnen de plattegrond. En dat is ook wel een voordeel van de huidige oplossing die we hebben met de VisEye. Dat je heel gemakkelijk een plattegrond kunt inladen. Dat je daar dus de heatmap van de camera in kunt projecteren. En dat je dat de retailer heel gemakkelijk kan zien. Oké, bij welke goederen is het druk en bij welke producten is het minder druk. En zou ik misschien iets moeten gaan doen. Ja. Dus het is een soort, hij kan optimalisatie van zijn winkel eigenlijk uitvoeren. Klopt. Waar hij weer misschien meer omzet uit eigenlijk het huidige productenassortiment kan halen. En dan is het natuurlijk wat iedere retailer wil, denk ik. Absoluut. Ja. Heb jij nog genoeg wc-papier thuis staan, Arjen? Of heeft die heatmap voor jouw retailer niet goed genoeg? Nou, het gaat wel hard. Ja? We zijn dus 4 mensen thuis en het gaat hard. Dat zal bij iedereen zo zijn. Ja, dat is, laten we vooral hopen dat er niet te veel leegschappen komen. Oké, we gaan door. De automatische wachtrij monitoring. Nou, het spreekt redelijk voor zich, dus we kunnen wachtrij in de gaten houden. Maar waarom zouden we dat willen? Nou, kijk, wat we net al aangaven. Een retailer wil heel graag meten het aantal mensen in zijn winkel. En die wil niet te veel mensen in de winkel. Maar de mensen die in de winkel zijn, daarvan wil je ook dat de mensen niet te lang in de rij staan. Dus als je een afdeling hebt binnen een supermarkt, een slager of een brood, dat die mensen snel geholpen worden. Dus het zou heel gaaf en goed zijn als je ook een notificatie krijgt als daar te veel mensen staan. Ja. Dus dat kunnen we met de wachtrijen monitoren. Dat doen we dus met deze camera die je hier ziet, hè, de 7-lijn. En die camera die kan een bepaald gebied overzien. En in het gebied kunt u ook een regio aangeven. Dus het kan bij de slager zijn of bijvoorbeeld bij brood. Maar wat ook belangrijk is natuurlijk is bij de kassa. Dat als er meer dan 4 mensen bij de kassa staan te wachten, dat je automatisch een notificatie krijgt van hey, gooi eens wat meer kassa's op. Ja, dat is natuurlijk, niemand vindt het leuk om te wachten. Nee. Dus ik had ergens gelezen, ik weet even niet meer waar, dat soms als mensen zelfs maar 3 minuten moeten wachten, dat ze eigenlijk al denken van, nou, daar heb ik geen zin in, ik loop gewoon weg. Dat zijn natuurlijk allemaal gemiste inkomsten voor zo'n retailer. Natuurlijk. Ja, en wat voor de retailer natuurlijk heel fijn is, is dat hij ook van deze informatie kan hij gewoon automatisch een rapportage uitdraaien. Dus dan ziet hij ook van het aantal mensen wat op in de winkel zijn, maar ook de wachttijd voor de kassa, et cetera. Het is natuurlijk heel interessante informatie voor hem. In de volgende slide laten we ook even zien op welke manier dit functioneert. Dus wat u eigenlijk in het rode gedeelte boven de regio, regio 1, ziet, is het aantal mensen wat in die regio aanwezig is. Dat ziet u verspringen van 10 naar 12 naar 9. Nou, hier kunt u dus heel duidelijk ook aangeven. Als u bijvoorbeeld een melding wilt genereren als er meer dan 8 personen daar staan. In die regio staan. Ja, dat kan. Wat u tevens ook ziet, is, maar het is wat lastiger te zien, is dat er iedere keer dat een persoon in die regio loopt, dat er een timer begint te lopen. Dus u kunt ook achteraf zien hoe lang de wachttijd is voordat iemand weer uit de regio is. Ja, inderdaad.
En het is opnieuw waar dat deze informatie, die wordt natuurlijk in HickCentral verzameld, die rapporten die kunnen automatisch doorgestuurd worden naar bijvoorbeeld platformen van derde partijen om allemaal verschillende soorten data aan elkaar te koppelen. De data die wij zelf krijgen, zoals bijvoorbeeld people counting en de queue monitoring, dus de wachtrij monitoring, ja, die combineren we zelf met Vision. Wil je dan met andere systemen combineren? De data die is ja, vrijelijk beschikbaar eigenlijk via ons platform. Het is heel open. Klopt. Oké. Dan hebben we iets wat misschien nog niet heel veel mensen gezien hebben, denk ik. En dat is de Shelf Solution. Wat kan je ons daarover vertellen? Nou, wat natuurlijk belangrijk is, voor een retailer dat, producten ook in de schap staan. En dit is eigenlijk een camera die een oplossing die de retailer daarbij kan helpen en ondersteunen. Ja, helaas, je begon net al over het toiletpapier. Dat zijn producten die momenteel best hard gaan. Ja. En ja, het zou vervelend zijn als mensen misgrijpen. Dus wat we in het volgende filmpje kunnen laten zien, is dat we hebben een camera, een oplossing, die eigenlijk automatisch detecteert, procentueel, het aantal producten wat nog in de schap aanwezig is. Ja, inderdaad. En wat u ook ziet hier, op een gegeven moment is hij empty, dus is hij leeg. Er wordt automatisch op dat moment ook een melding gegenereerd. Weer naar de retailer of naar de vakkenvuller van hey, dat en dat en dat product is leeg. Willen jullie die aanvullen? Dat kan natuurlijk heel goed helpen in het beheer van zijn hele winkel. Ja, ja, het is eigenlijk een stukje extra klanttevredenheid natuurlijk. Dus het maakt niet uit of het nou om de people counting, de wachtrij monitoring of de shelf solution hier gaat. Eigenlijk alles is erom gericht zodat de klant een zo goed mogelijke klantervaring krijgt binnen die winkel. En natuurlijk legerschappen, daar zit niemand op te wachten. Dus ook hier proberen we de retailer op deze manier te helpen. Klopt. Nu zien we hier de business intelligence module binnen HickCentral. Ja. En waar kijk ik precies naar? Nou, dit is een dashboard wat wij gemaakt hebben binnen HickCentral. En dit dashboard is eigenlijk in te stellen door de retailer zelf. Hij heeft een bepaalde keuze, aantal items waar hij uit kan kiezen. Dat zit hier rechtsbovenin. Bijvoorbeeld de people counting, de queue camera of de heatmap. Je kan zelfs selecteren op leeftijd, dat is een lastige inschatting. Maar die informatie kan worden weergegeven op zijn dashboard. En daar kan je dus continu een rapportage van maken. Of die informatie kan je real-time bekijken. Ja, ja. Zo'n in welke leeftijdsgroep denk je dat de camera jou schaakt? Dat is een beetje wisselend. Op maandag is het af en toe, dan zegt hij van nou moet je niet met pensioen. En op vrijdag zegt hij van oké, ga jij maar lekker het weekend in, 45-jarige. Dus dat is. Oké, okay, dus we hebben je vandaag op een goede dag getroffen. Dat is goed om te weten in ieder geval. Dat klopt. Nee, even zonder gekheid, is natuurlijk hartstikke handige informatie. Het is eigenlijk metadata die vanuit de camera door wordt gestuurd naar het platform dat we hebben, HickCentral. En vooral voor marketeers is het hele handige informatie om te kijken of jij bijvoorbeeld met een bepaalde reclame wel de juiste doelgroep bereikt. Zeg jij hebt bijvoorbeeld een reclame op tv lopen waarop jij hebt gezegd van ik wil deze reclame de doelgroep 20 tot 30-jarigen bereikt. Maar je ziet uiteindelijk dat de camera alleen maar 50 tot 60-jarigen in jouw winkel binnen ziet komen. Dan gaat er iets mis. Of jouw reclame is niet goed of hij bereikt de mensen niet op de juiste manier. Dus je kan heel goed zien van ja, welke doelgroep loopt er nou in mijn winkel? Is dat de doelgroep die ik wil en wil ik die niet aanpassen? Dus goed, je hebt allerlei soorten marketingactiviteiten die je natuurlijk hieromheen kan plannen. Dat is heel handig om te weten voor een retailer. Het volgende wat we hebben is temperatuurmetingen. En nu zien we in de video hierboven zien we wat gebeuren. En wat is dat? Nou, wat we hier zien is een standaard thermische camera die gericht staat op een waterkoker. En hij meet eigenlijk gewoon de temperatuur van het object. En er wordt een pre-alarm gegeven bij 40 graden en een real-alarm boven de 50 graden. Ja. En dit kunnen wij dus met onze standaard thermische camera's. Oké. Dus wat we hiermee eigenlijk doen is niks meer dan brandpreventie, zo zou ik het noemen.
Nou, want je kan ingrijpen voordat de brand ook nog maar uitbreekt. Dat klopt. En dat is... wat we tegenwoordig zien is dat er steeds meer situaties zijn waar dit soort oplossingen eigenlijk gevraagd worden. Oké. Okay. Nou, dat is de volgende video die we zien, ja. Denk ik heel cool. Ja. En wat we hier eigenlijk zien is even het verschil aan te geven tussen de optische camera en de thermische camera. Dus eigenlijk de combinatie. Ja. Wat voor beeld er eigenlijk overblijft bij het thermische camera. Terwijl het optische beeld zie je niet meer door de rook. En in het rechter beeld zag je gewoon nog heel veel detail. Dus dat is een voordeel van de thermische camera. Ja, dus ideaal voor gebruik in combinatie met misgeneratoren natuurlijk. Goed allemaal. Ja. En dan hebben we hier de Digital Signage Solution. Een heel leuk woord is dat altijd, hè? Signage. Ja, ik weet wat op mijn bekken over, om het zo maar even te zeggen. Inderdaad. Maar dat maakt niet uit. Alsnog is het een hele leuke oplossing, denk ik, om even te bespreken hier. Dus wat kunnen we hier precies mee? Nou, eigenlijk is dit een soort LCD-scherm, hè, waarop de retailer diverse boodschappen kan weergeven. Dus eigenlijk is het handig om even het volgende plaatje, de volgende slide te pakken. Ja. Wat we hier kunnen doen, is bijvoorbeeld een retailer kan in het bovenste gedeelte weergeven de regels in de winkel. Bijvoorbeeld momenteel, hè, wat geldt, houd de afstand, maximaal 100 personen in de winkel toegestaan tegelijkertijd. Ja. Dat is hele belangrijke informatie die hij kan weergeven aan zijn klant. In het middenste gedeelte zou hij een bepaalde promotie kunnen doen van bepaalde artikelen of bepaalde producten. En het onderste gedeelte zou hij gewoon zijn logo van zijn winkel kunnen weergeven. Ja, dus hij kan het eigenlijk instellen zoals hij het zelf wil, met bewegende plaatjes of vaste plaatjes of informatie of ja, het is maar net wat je ermee wil doen. Dus het is heel interactief op die manier. Dus dat is een hele makkelijke oplossing. Ja, wat een retailer zelf dan zou kunnen doen, is dat hij de informatie gebruikt vanuit zijn Accenture dashboard, dus dat hij op een gegeven moment geanalyseerd heeft van welk moment is het druk in mijn winkel, om die informatie te delen met de klant. Zodat hij ziet van oké, het is heel erg druk in mijn winkel tussen 3 en 6. Ja. Wij geven u het advies om in de ochtend te komen winkelen, als u daar de gelegenheid voor heeft. Ja, en dat is het mooie denk ik van het combineren van meerdere Hik Vision systemen natuurlijk. Hè? Dus als jij je people counting en je queue management ook een leuk woord hebt, dan alles is aan elkaar te koppelen inmiddels. En dat is de kracht denk ik ook van Hik Central als dat centrale platform. Klopt allemaal, ja. Ja. Oké, nou we zagen het net al even, maar we zijn natuurlijk aan het einde van de webinar aangekomen. Ik dank iedereen voor het kijken. Arjen, jij ook heel erg bedankt natuurlijk. Heb je nog een laatste pep talk die je aan iedereen mee wil geven die nu aan het kijken is? Ja, weet je, dit is allemaal een nieuwe manier waarop we dit nu doen. Ik hoop dat het voor iedereen interessant is geweest. We hebben geprobeerd alles een beetje met enthousiasme te brengen. En af en toe het een beetje luchtig te houden door een beetje een grap te maken. Wij zullen dit in de komende weken proberen te herhalen om jullie toch allemaal updates te geven. Jeffrey zal ter afsluiting nog iets mededelen, maar ja, ik wil jullie hierbij bedanken. En ja, ik wens iedereen heel veel gezondheid toe de komende weken en maanden. Ja, en ik denk dat dat inderdaad het belangrijkste is, de gezondheid van iedereen. Het is net wat je zei inderdaad, we gaan meerdere webinars doen de komende periode. In principe is het elke vrijdag om 10 uur kunnen jullie terugkomen om naar een webinar te luisteren. Dus we krijgen webinars over de healthcare, dus over de gezondheidszorg, over de bouw, over de logistiek, over verschillende onderwerpen eigenlijk. En dus al maandag zal er een overzicht worden geplaatst online waar je nou precies welke webinar kan volgen. De Franse webinars, waarschijnlijk, ik vertel het nu in het Nederlands, dus niemand verstaat het toch. Maar de Franse webinars die worden elke maandagochtend om 10 uur gegeven. Dus heb je collega's die geen Nederlands praten, maar wel Frans. Dan kan je zeggen van, luister even naar Manuel en Bjorn op maandagochtend en dan zie je daar hetzelfde verhaal eigenlijk, maar dan in een andere taal. Het laatste wat ik jullie dan nog mee wil geven, en nu we het toch via dit platform doen, is het heel makkelijk om mijn beeld met jullie te delen.
want daar gaan we nu naartoe, is dat we verschillende online kanalen hebben waar jullie ons op kunnen volgen. Wat we hier nu zien is ons LinkedIn-kanaal. Wil je nou op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes eigenlijk over Hikvision Benelux? Want we hebben natuurlijk het Hikvision Europe-account, daar wordt heel veel productinformatie gedeeld. Maar wil je nou meer op de hoogte blijven over wat gebeurt er lokaal, wat voor evenementen, nu wat minder natuurlijk, maar wat voor online evenementen hebben we, of wat is er echt specifiek van toepassing op de Benelux-regio, ga dan zeker even naar dit account toe. Daarnaast hebben we natuurlijk een mooi YouTube-kanaal. En dat is het Hikvision Europe YouTube-kanaal. Dus ben je nou geïnteresseerd in meer demonstratievideo's bijvoorbeeld, performance-video's, scenario-video's. Er zijn heel veel video's hier beschikbaar waar je gewoon naar kan kijken. Vaak in meerdere talen met ondertiteling. We zien hier bijvoorbeeld heel veel Franse video's natuurlijk. Maak daar zeker gebruik van, omdat het handig is, zeker in deze tijden denk ik, om wat meer te weten te komen over wat zijn nou de nieuwste oplossingen en ontwikkelingen. Oké, dan wil ik hiermee graag de webinar afsluiten. Ik dank iedereen voor hun komst. Arjen, jij ook heel erg bedankt voor je enthousiaste presentatie en verhaal natuurlijk. Ik hoop dat het, denk dat het redelijk goed geslaagd is. En ik wens iedereen een fijn weekend toe en tot volgende week. Oké, tot volgende week. Tot ziens. Okay, tot ziens.